In deze reeks de oefeningen op de ALS-functie 14-4-1 top 100. Ik ga die eventjes openen en eens even wat inzoomen zodat jullie dat wat duidelijker zien. Gebruik de ALS-functie in kolom E. Er wordt ja getoond als de artiest gestegen is ten opzichte van het vorig jaar. Bij gelijke positie of een daling wordt er niets getoond. Dus hier moet het woord ja komen als die persoon of die zanger eigenlijk gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Je moet wel een beetje goed opletten. Dit is een top 100, dus een muziektop. Als je dit jaar, ik neem hier even het voorbeeld van Gorky, als je dit jaar op nummertje 2 staat en vorig jaar op nummer 3 stond, is dat een teken dat je gestegen bent. Hè? Je moet wel even goed opletten, ook al is die 2 lager dan 3, toch ben je dan gestegen in een top 100 sortering natuurlijk. Dus ik ga die formule maken. Je mag de formule if gaan uitwerken. Bij jullie zal die niet if heten, maar in Nederland is dat de als-functie. Ik ga eventjes de wizard gebruiken. Zo, de functie wizard. Jullie typen al van als in, ik type if in. Ik moet even zoeken, if. Volgende is dat bij jullie. En dan gaat hij vragen, wat wil je gaan testen? Ah, ik wil nu gaan testen of hij dit jaar beter scoort dan vorig jaar. Dus ik test of dit jaar, ik duid dat aan, lager is of kleiner dan is vorig jaar. Als dat zo is, bij jullie staat hier waar. Als dat zo is, dan is hij gestegen. In dit geval ziet je al dat hij onwaar aangeeft, en dus dat klopt hier niet. Dus hij is gestegen. Stel dat je daar dan al ja zou zetten, of gewoon het woordje gestegen, dan gaat dat zelfs niet werken. Want hij wil al, het is een rekenblad, hij wil rekenen met die waarde. Dus je moet hier duidelijk gaan zeggen, dit is geen getal, maar dit is een woord. En tekst doorgeven, dat doe je door de aanhalingstekens te gebruiken. De dubbele aanhalingstekens die bij het cijfer 3 op je toetsenbord staan. Als je daar, als hij niet gestegen is, dan wil je helemaal niets tonen. Niets tonen in tekst is gewoon open aanhalingstekens en sluit aanhalingstekens. Ik ga eens op oké drukken. Kijken wat die formule geeft als ik die een klein beetje lager zet. Oké, dus hij heeft dat wel degelijk berekend. Ik ga hier een zin, een proef eruit nemen. Boudewijn de Groot, dit jaar op 8, vorig jaar 16, is duidelijk gestegen. Nu, ik had niet het woord gestegen moeten weergeven, maar ik had het woordje ja moeten tonen. Dus ik ga in mijn oorspronkelijke formule dat woord gestegen veranderen. Je kan dat gewoon dubbelklikken. Dat is gemakkelijk om te selecteren, net zoals in Writer. Je typt wat dat je er wil krijgen, in dit geval ja. Dus ik ga die formule doorkopiëren, helemaal op naar de 100ste plaats. Ik laat los, ik ga er nog eens eentje uitkiezen. De bom van Doe Maar, nu 43, vorig jaar 93. Dus die oefening is al af. Ze afsluiten, niet bewaren. Jullie moeten ze uiteraard wel bewaren. En ik ga door naar de volgende. Gaat over een plantenzaak. Ik kan de PDF er eventjes bijnemen als dat nodig is. Aanpassen een pagina. Zo, dan kan je zien wat dat er berekend gaat moeten worden. Iets met korting en een totaalbedrag. Dus ik ga die open doen. Zo. Ik zie hier een plantenzaak waar dat plantjes verkocht worden, heel wat stuks. Ik zie ook een prijs per stuk. Ik ga de totale, de korting en eventueel het totaal met de korting gaan berekenen. Bereken in kolom E het totaal per artikel. Dus hier heb ik het totaal nodig, is gelijk aan het aantal maal de eenheidsprijs. Druk op enter, die formule kan ik al doortrekken. Zo, dat heb ik al. Dan kom ik aan het veld korting. Bereken in kolom F de korting in euro voor elk artikel dat besteld wordt. Bij een bestelling van 30 of meer, meer moet dat woordje zijn, krijgt men 10% korting. Gebruik de als-functie. Dus als je 30 of meer stuks koopt, moet je 10% korting krijgen. Dat gaan we nu berekenen. Jullie gebruiken die functieassistent om de als-functie te gebruiken. Bij mij, je weet het ondertussen uit het Engels, is dat de if-functie. Komt op hetzelfde neer natuurlijk. Druk op volgende. Wat gaan we testen? Ah, wel, of hij meer als 30. 30 of meer, zo is het. Artikeltjes heeft gekocht van dat product. Dus wat ga ik moeten testen? Of dit vak, het aantal dat hij koopt, groter is. Oei, groter is dan 29. Hè? Dat zal 30 of meer zijn. Wat als dat waar is? Stel dat dat waar was, dan moest hij 10% korting krijgen. Die 10% korting krijgt hij natuurlijk op het totaal van dat product. Dus dat zal dit veld zijn. En daar 10% op rekenen. Sommigen doen maal 10 gedeeld door 100. Ik vind het eenvoudiger om gewoon maal 0,1 te doen. Dat is eenvoudigweg 10% berekenen. In het andere geval, stel dat hij minder dan 29 of minder dan 30 stuks heeft, dan krijgt hij 0 euro korting.
0 euro korting gaan we gewoon eventjes aanduiden als 0. Druk op OK. In dit geval krijgt hij 0 korting. We gaan die formule naar beneden trekken. En er is iets misgegaan. We moeten gaan kijken wat dat er misgegaan is. Dus even checken. Hier gaat hij controleren. Ah, ik zie al wat er staat. Ik had daar een punt getypt en geen komma. Nu, als jullie de punt op het numerieke klavier gebruiken, dan gaat die wel werken. Dus ik ga dat eventjes doorgeven. Voilà, dat had 0,1 moeten zijn. Dus ik heb 10% korting. Dat klopt, hè. 127,50, daar 10% van is 12,75. Dan heb ik nog een totaal met de korting nodig. Laat u natuurlijk niet vangen. Dat is uw totaal min eventuele korting die je dan krijgt. Het is niet omdat daar het woordje met staat dat je plus gaat moeten doen natuurlijk. Hè. Korting krijgen en meer betalen, dat is een beetje vreemd. Dus ik trek die formule naar beneden. Krijg mijn eindbedragen. Ik zou weer nog een algemeen totaal moeten berekenen. Dus wat kan ik doen? Het somteken van datzelfde. En ook hier de btw, of de korting in dit geval, en de totaal met korting. Zo. Die oefening is achter de rug. Dat was werken met de als-functie nog. Niet bewaren. Zo.